De bijna jarige Patty Bart heeft plotseling een nieuwe weg ingeslagen op haar Instagram-kanaal. De televisiediva heeft een beetje wat Connie Witteman ook een tijdje had, een three-quarter life crisis waarbij social media de uitlaatklep is. Waar Connie opeens de hele tijd allerlei catwalk-achtige filmpjes opnam, doet Patty nu make-up voor en na's. Patty plaatst sinds kort filmpjes waarop ze eerst te zien is zonder make-up en daarna met make-up. Er staat dan een kek muziekje onder, dat ze ijverig en iets wat trillend meeplaybackt. De filmpjes zijn opvallend omdat ze volgens de massa niet bij haar leeftijd passen. Wel zijn ze vrolijk en opbeurend van aard. Veel mensen spreken Patty al weken aan op de filmpjes die in hun ogen zorgwekkend zijn. Vindt de filmpjes je niet echt goed doen, klinkt het dan. Of, lieve Pat, ik vind je een topper, maar stop gewoon met deze filmpjes. Wees gewoon een elegante vrouw op leeftijd. Dat TikTok wannabe is voor de jeugd, yo. Patty is echter niet van plan om naar deze kritieken te luisteren. Wij hebben zo'n lol, dus we doen het lekker nog heel vaak. Lekker poe, zegt ze dan. Wat moeten volgers doen die het niet willen zien? Gewoon niet meer volgen, adviseert ze. Doorscrollen of niet meer volgen, kan allemaal. Als mensen vragen hoe oud ze is, kaatst ze terug, 67. En nog steeds een blij ei.